De leerlingen van de school aan de Amsterdamse Fokke Simonstraat hebben een vrije zaterdagmiddag opgeofferd voor een ongewoon stukje voorjaarsschoonmaak. Om te beginnen kregen alle kinderen potten verf uitgereikt. Bovendien distribueerden de onderwijzers echte schilderskwasten. Alles wat een schilder bij zijn werk nodig heeft was aanwezig. Aan hoogtevrees werd die middag niet gedacht. De bedoeling was het houtwerk van de gebouwen en huizen aan de Fokke Simonstraat een goede beurt te geven. En dat vereiste een aanpak in het groot. Behalve de kinderen, die onder hoge belangstelling hun schilderstalenten tot ieders tevredenheid leerden gebruiken, deden ook de ouderen hun best. Het werk waren er voor de jeugd de nodige attracties. Zo konden de kinderen de energie die ze van het schilderen hadden overgehouden kwijt op een in de straat opgestelde wielerbaan. In een nek-aan-nek race trapten de jongens wat ze konden om hun rennertjes op de baan aan de overwinning te helpen. Uit het gedrang in de straat maakte zich inmiddels de jury los die het schildervakwerk moest beoordelen. In dit college bevond zich onder andere de tekenaar Eppo Doeve. Voorafgegaan door een muziekkorps maakte de ijverigste schilder een triomftocht door de Fokke Simonstraat, die zich nu met recht de schilderachtigste straat van Amsterdam mag noemen.